Hallo, ik ben Eva Baten, 23 jaar en ik ben grafisch designer en illustratrice. In 2018 werd ik zelfstandig en startte ik Hippie Hooray. Bij mij kun je terecht voor leuke designs en ik merk dan ook dat die op een verantwoorde manier worden uitgewerkt. Ik wil daarmee mensen een feel-good momentje geven op een duurzame manier. Aan de hand van een geschenk, een kaartje of een feestje. We hebben een paar standaard cadeautjes en items op de webshop staan. Je kunt ook bij ons een aanvraag doen voor op maat gemaakte corporate gifts of een uitnodiging voor een babyborrel of een geboortekaartje enzovoort. Daarnaast hebben we ook een blog waarop ik tips en tricks post voor duurzaam leven en feesten. Hippie Hooray wil eigenlijk gewoon duidelijk maken dat bijdragen aan de wereld ook op een speelse manier kan en dat dat helemaal niet moeilijk moet zijn. Door de coronacrisis was ik eigenlijk al een beetje in shock, zeker omdat ik met Hippie Hooray ook wou focussen op styling en design van feesten en evenementen. En ja, opeens valt dat deel van je planning helemaal weg en je weet ook niet voor hoe lang. Maar dan begon ik te brainstormen en dan bedacht ik dat het misschien leuk zou zijn om mensen te helpen aan de hand van een custom portret. Om te laten weten dat je wel aan die persoon denkt. En wij kunnen dat dan laten afprinten op een postkaart. En versturen die dan naar bijvoorbeeld je oma en opa. Daarnaast heb ik ook gewoon duidelijk gemaakt op de website dat je de items en geschenken direct kunt versturen naar de persoon die je wil verrassen. Via de checkout kun je gewoon hun adres invoeren. Voor de toekomstplannen voor Hippie Hooray, dat is eigenlijk een beetje vaag aangezien de omstandigheden nu. Ik denk na de coronacrisis dat ik toch wel extra mijn best ga mogen doen om mensen te overtuigen om meer de duurzame optie te kiezen. Dus allemaal welkom op www.hippiehooray.be.